Nou, welkom allemaal. Hallo. Ga lekker zitten. Het leuke was dat toen wij nog op het château woonden en nog steeds chambre d'hôte hadden voor de corona. Toen kwam op een dag Jan en Thea de hal binnen. En Jan zegt, nou, ik ben schrijver. Schrijver? Ja, een schrijver. Ja. En toen was er een meneer, corrigeer me als ik het fout zeg, uit Limburg. En die zei, nou Martien, als jij nou ooit een biografie uit gaat brengen, dan moet je eigenlijk Jan vragen. Nou, en zo is dat begin ontstaan. En uiteindelijk, ja, is dus daadwerkelijk het boek op de markt gekomen. En het doel van het boek was eigenlijk heel simpel. Als je zo'n real-life-serie bekijkt, dan zie je natuurlijk alleen maar wat daar gebeurt. Ja. Maar de mensen leer je niet echt kennen. Dus het doel was om de mensen echt te leren kennen. Maar ook wel op een zodanig manier geschreven dat je er eigenlijk aan tafel bij zat. Ja, dat klopt. Ik heb ook wel heel vaak gehoord dat mensen dan, terwijl ze het boek aan het lezen waren, ook daadwerkelijk mijn stem helemaal hoorden. Ja. Vond ik zo leuk als mensen dat zeiden. Waren er ook een paar mensen minder blij? Nou, ik denk dat mijn zus niet echt blij was. Nee. Maar ja, weet je, het is de waarheid. Ja, ja. En de waarheid mag gehoord worden, vind ik altijd, het hele leven door. Hoeveel flessen wijn hebben jullie leeggedronken tijdens de interviews? Ja, ik ben geheel onthouden, zoals je ziet. Ja. Nee, de interviewsessies waren meestal 's ochtends van 9 tot 1. Ja. Dan werd het een wijntje en dan, je moet niet 8 uur per dag met iemand praten. Na 4 uur is iedereen moe. Ja, klopt. Dus het was telkens gewoon 4 uur. Ja. Ja. Het was heel zwaar en ook emotioneel. Ja, dat komt er ook nog bij. Je haalt dingen naar boven uit het verleden. En dat is natuurlijk heel emotioneel. Ik bedoel, ik moest ook die periode vertellen dat ik mijn moeder verzorgde, die maar 45 geworden is, van puberteit. Nou ja, toen begon de ellende al met die ziekte van mijn moeder. Dan leerde ik Erika kennen. Nou, toen werd ik 40. Toen kwam ik in die vreselijke periode van mijn omslag van hetero naar gay. Nou, alles kwam weer voorbij. Ja, en je hebt ups en je hebt downs. En weet je, elk huisje heeft zijn kruisje. En als iemand tegen mij zegt, nou, bij mij is geen kruisje, dan denk ik, wat lul jij? Natuurlijk, elk huis heeft zijn kruisje. Ik vind het echt zo bijzonder. Ik wou dat zoveel meer mensen zo eerlijk waren. We verstoppen ons altijd achter de façade. Maar het is zoveel mooier als je gewoon jezelf kunt zijn. Ja. En daardoor kun je jezelf ook wel een hogere cijfer geven, omdat je vanuit je hart leeft. Dat vind ik, dat is mijn motto ook in het leven. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, dat is fijn. Ja, het boek wordt ook in België verkocht nu, toch? Ja, ook. Ja. En België is eigenlijk, denk ik, nog, ja, we weten het nog niet, maar waarschijnlijk nog gekker dan in Nederland qua populariteit. Ik was 3 weken geleden voor een programma in Antwerpen. En ik was nog nooit in Antwerpen geweest. Nou, en dan op een gegeven moment waren we bijna klaar. En toen gingen we met de hele crew en de camera en de geluidsmens, gingen we even een wijntje doen na afloop. Nou, en we liepen door een straat met, er was een heel groot terras. En er waren allemaal hele lange tafels. En het zat helemaal bomvol en zo. Nou, dus wij lopen langs. En ik was met 2 hele bekende Belgen. Nou, en wij komen zo het hoekje om. En die mensen kijken. En die zeiden op een gegeven moment helemaal gillen, Martien. Nou, en die zaten natuurlijk allemaal aan de wijn, dus ik ging zo staan. En ik zei, wijnen. Nou joh, en al die mensen stonden op en die stonden allemaal met hun glas zo. En toen zeiden die bekende Belgen, wat raar, ze kijken helemaal niet naar ons. Nou, toen dacht ik, oh, wat erg.